Vandaar ben ik koning voor één dag. Maar dat is wel heel erg fijn om één dag koning te zien. Ik vond vrijdag goed dat het geloof er helemaal niet was bij die speelers. Ik denk dat het goed is dat de selectie eens een keer met z'n allen naar de pastoor gaat hier in Nijmegen. Dat het geloof weer terugkomt. This people come from America. Van, we moesten de groeten hebben van Mr. Trump. This people. Welkom bij aflevering 11 van NEC! Dank je zo maar. Wilfried Brokers, wil je ons niet meer komen storen tijdens de opnames? Zo kregen we nooit een gouden kalf of een zilveren gordijnring. Terugblik Eindhoven. Pien in de ogen kreeg ervan, zeg. Daar hebben ze bij Spek Zwevels geen spel voor. Wat een treurspel, een drama. Ik hou helemaal niet van toneelspelen. Hopelijk is dit een incident. De energie was eruit. Geen wonder dat Energieflex in de problemen kwam. Als ik Jackie was, zou ik de selectie terug laten kijken naar die volleybalwieven die tegen Amerika wonnen. Vechten voor elke meter. Dat is maar een team, zei. Jongen, waar gingen die wieven tekeer tegen die Amerikanen? Laat ons vrijdag nou ook eens een keer genieten. We hebben het al zo moeilijk met die club. Jullie hebben het mooiste vak wat er is. 2 keer 45 minuten in de week hard werken. Dat is toch niet te veel gevraagd? Vrijdag de schouwers eronder en kom op, hè. Ja, nou komen we bij favoriete spelers. Die hebben we weer niet. Dan doen we maar wat. Familieberichten, lekker belangrijk. Leroy Labiel, gefeliciteerd met jullie dochter Iris. Prins Harry en Meghan kregen in het voorjaar een kind. Als het een jongen werd, gaat hij hoogwaarschijnlijk Brexit heten. Wilfried Brokers, 16 oktober, 58 jaar, gefeliciteerd ouwe. 17 oktober, Robin Buwalda, gefeliciteerd met je 24e verjaardag. Tegenstander Telstra, de Witte Leeuwen. De club van radio- en tv-verslaggever Leo Driessen. Ik heb nog nooit een witte leeuw gezien. Het zal wel een albino wezen. We gaan van laag 15 punten naar hoog ovens 18 punten. We hebben ze hard nodig. Als we nou eens veel scoren, komen ze nog mandjes te kort door. Ze hebben er maar 8. Dan raakt Jeroen, die mandjesman, in paniek. Dat zou mooi zien. Maar reken er me niet op. Verspelling. We hebben geluk dat die platje bij Hully niet meer meedoet. Die zit in Indonesië bij Bali United Hum. Hully bij Telstra, die speelt op kunstgras. Dus jullie hoeven niet te gemaaien, jongens. Want ik krijg gele kaarten. En Mike, snoei me vast, want we komen eraan. Voorop in de strijd. Tom, Overtoom, rijdt voor de spelersbus naar het stadion van Telstra, het Eimond Stadion. Anders raken we de weg nog verder kwijt. En onthoud, 3 punten is zat, hè. Hou je en tot ziens, hè. Ik ga de hoek om, maar ga niet de pijp uit, hè.